Ja, ik ben vroeger begonnen. Eerst heb ik groente- en fruitwinkel gehad. Daarna was de passie heel groot voor Otters. Dan ben ik bij auto's begonnen. Auto's dat marcheerde in het begin niet zo heel goed Dan heb ik erop gekomen voor 4x4 te beginnen. Dat dat bijna niemand niet deed. En als je iets begint wat niemand meer doet, heb je meer kans op slagen. Dan ben ik begonnen 4x4. Dat heb ik toch ondertussen een 20 jaar ongeveer gedaan. Met een collega bij mij. Iets wat super goed werkte. En dan is mijn zoon in de zaak gekomen. Dan zijn de paarden er ineens tussen gekomen, de grote passie voor de paarden. Dan heb ik een klein beetje afgebouwd in de autowereld. En mijn zoon doet dat nu verder en ik ben de paardenfokkerij begonnen. Wat geweldig graag doen. en dat wil ik zeker volhouden tot ik 80 jaar ben. Als ik gezond blijf natuurlijk. Hè. En misschien dan nog iets langer. Wie weet. Van de paardenfokkerij heb ik veel minder stress. Omdat dat echt zo'n zwaar passie is. Die autohandel was altijd druk en moeten. Personeel, garanties geven. Ja, dat, dat, dat is zenuwslopend, Autohandel doen, als je dat perfect wilt doen. Ja, ik voel me toch veel beter tussen de paarden. Omdat de boerenzoon zijn natuurlijk. Hè? Ja, Domenader is dan geboren uit zijn val. Wij zaten hier eens dus op het terras. Lekker te pentelen en mijn vrouw zegt op een zeker moment Tonny, ik denk dat ze val aan het vuilen is. En ik zeg tegen mijn vrouw Jenny, dat is iets dat niet kan. is nog een, een dag of zeven achter vroeg. Ze zei maar goed, toch maar eens kijken. Ik dan rond de weiden in. en uh, dan hem, stak ik hem er half uit en dan hebben we hem eruit gehaald. En die was zo groot, zo ja, een grellig veulen, uh, dat hem zelfs moeilijk kon stappen de eerste paar weken. En dat is dan de dominator geworden die we nu zien, onze Christian hè wat fantastisch verloopt. Hè. En, die ook al en, en ik denk, het beste moet ook nog komen. Hè. Hij is toch nog maar tien. Weinig gebruikt. De groeite ervaring is er niet. Maar hij zal het wel bewijzen. Hè. Maar, och, wel. hij moet gezond blijven. Dat is altijd belangrijk. Hè. Ik heb die cijfertjes niet bij me. Maar als ik weet hem zo ongeveer. Hij is toch aan het tekken van als hij vier jaar is. Zeker. En hij is nu tien. Jo, jo, dan gaan er zeker 2000 rondlopen. Hè. Ja. Zeker. De eerste zoon van Dominator die heb ik gefokt, dat wilde ik ook zo. en dat is dan Dagenix 2000 Z geworden. Die ondertussen ook half, uh, die heb ik half bij Julian en, en dat loopt allemaal perfect. En daar zien ook veel toekomst in in Dagenix 2000 Z. Ja. En er zullen misschien toch nog wel een paar volgen, hè? Met Dagenix zie je toch ook nog veel toekomst. En dan heb ik uh, eerder nog volgend jaar heb ik Alro 2000 Z. Dat is de halve broer van Dominator. De papa is Aganix. en uh, die springt ook al vrij aardig goed. En voor de fokkerij heb ik natuurlijk Diva 2000 Mijn dag onlangs die is toch nog maar twee jaar. Ook geweldig springen. Gelijk als haar broertje. En daar heb ik toch al zeven embryo's uit en ja, ik, ik verkoop ze gelijk, gelijk als een, een groenteboer slaatjes verkoopt. Ik heb in mijn hele carrière altijd overal goed gaan luisteren. Veel Goede dingen opgevangen en dan ze zelf er proberen naar buiten te brengen. Hè? Ik luister altijd naar iedereen, maar ik doe wel altijd mijn eigen ding. Ja. En dat vind ik belangrijk. Je moet je eigen buikgevoel volgen en dan komt je er altijd. En blijven volhouden. Dat zelf als je morgen de boxing inhoud. Als je niet blijft kloppen, krijg je de motten. Hè? En dat zo in een handel Dat willen, dat zo wel alles zo. Nee? Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Je moet blijven kloppen. <laughs> ik vind dat belangrijk. <laughs> ja, maar anders krijg je motten, hè? Nee? <laughs> ja, voor mij is toch de hulp heel belangrijk en dat is mijn schoondochter Kelly op deze moment die me heel goed bijstaat het administratief werk en zo. Ja, we doen zo alles een beetje. Dat is kop panieken, hè? En dat dat werkt perfect. En dan heb ik. Uh, mijn beste vriend, dat is Schikke Korthuis, die al jaren, vanaf zes jaar bij mij is. En die komt me helpen voor de hobby en, de, en plezier. Ja, we doen heel veel samen, constant. Ik zal nu op dit moment in totaal, ik denk zo wel eens rond de 45-50 paarden hebben. Iets te veel eigenlijk. Zeg je, daar klopt wel wat werk in? Ik heb heel veel werk. Ik begin alle morgens om zeven uur. En tijdens het fokseizoen is dat avonds tien uur, half elf. Voor ik het gedaan heb, hebben het wanneer van de vuilers. Ze moeten binnen en buiten schijnt de zon te lang. Moesten binnenhalen, regent het veel te fel, moesten terug binnenhalen. Ja, dat is toch constant werken, intensief werk, maar super fijn werk. De band bij Zangers en bijzonder bij Judy en Christian, dat loopt perfect goed. Uh, ik heb mijn paarden half bij Judy. En Judy neemt alle beslissingen, wat ik ook maar heel normaal vind. Ik moeie me niet bij de sport en dat gaat perfect. Geen enkel probleem. Maar, uh, Heb ik vragen en ik wil graag iets weten, bel ik ze op en uh, ik krijg altijd een heel eerlijk antwoord. En dat gaat perfect. Judy zou wel een heel grote dame, dame zijn in, in de sportwereld, hè. zeker in de paardenwereld. Maar uh, dat is, dat is een, een fantastische vrouw om samen te werken. Maar, ik moet ik laat zijn. haar... Ja, wat? Het uh? moet leuk zijn voor jou. Ja, ik vind dat fantastisch bezoek. zo'n vrouw kan samenwerken. Hè. Dat is niet iedereen gegund, denk ik, voor zo met die binnen te stappen en voor samen te werken. Hè. En dat wil ik ook zo houden. Ik vind dat heel belangrijk. Ik kan gemakkelijk paarden aan andere mensen beginnen te verkopen. Maar ik doe dat niet bewust omdat ik de band graag goed wou. Ik wil dat zo blijven doen tot ik stop. Die achter mij komen doen wat ze willen. Hè. Maar ik wil het zo absoluut houden. 100%. Ik volg de prestaties ja, meer van huis uit, omdat ik niet, zo, 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 niet graag constant op die jumping rondloop. Maar ik volg dat zeker, maar ik zit liever in mijn wijk ja. of op een, een tractor en een beetje werken, handenarbeid. Dat is het liefste wat ik doe. Wat ik doe. Ten eerste, ja, dat interesseert me niet zo veel, want als ik dan op jumping ben, dan denk ik Godverdek, en ik heb thuis nog zoveel werk. Ja, dan ben ik, ik ben dan liever thuis tussen de paarden en aan tractor tractorrijden. Ja, ja, bezig zijn. Ja. Ik moet kunnen bezig zijn. Ja. Door pintjes drinken en, en kijken. En, en je ziet toch maar de half van mooie weer, hè? Nee? Dus ik clip mijn hoor s'avonds op, zet zich al de paarden tot in detail. En dan kun je het perfect volgen. Maar dat doe je wel. Dat doe ik alle dagen. Ja. Morgens op, op het toilet heb ik al 10-12 tien, tien, hangs zien springen. 100%. Alle dagen. Ja? Dan zit je lang op het toilet. Ja, ik zit heel lang op het toilet. Ja. Te lang. <lacht> <lacht> Ja, de Christia Alman heeft toch wel eens gezegd dat ik een heel goede fokkerij heb, en ik vind dat heel mooi. Ik zeg ook iedere keer tegen hem: en jij bent een topraadster. Datzelfde, Hij doet zijn ding en ik doe mijn ding, hè? Maar ik vind dat we elkaar moeten respecteren, want als wij niet goed fokken, hebben zij geen goede paarden voor op punt te gaan, hè? En dan vind ik dat dat wederzijds moet gerespecteerd worden. Dat is heel belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk. Ja, ik vind dat heel mooi. Er mogen er zo wel een paar meer komen. Hè? Want nu kun je kunt niet al je topvullers op één veiling onderbrengen. Want iedereen moet de kansen krijgen op zangerszijde, Ook bij die andere veilingen. En ik vind dat wel belangrijk. Ja, ja ik vind dat toch wel belangrijk. Zo je kunt, dan kun je overal een beetje nemen, hè? Want als je morgen twintig vullers fokt. Ik ben geen broodfokker, maar ik fok toch voor te verkopen. En je moet kunnen overleven financieel. Dat is ook belangrijk. Hè? Want fokken kost ook geld. Hè? En als je de team fokt, dan valt 10% tussenuit uit. En het zijn allemaal geen top hè. Als je het team fokt en je hebt ene die kan doorbreken, dan zijn al een hele straffe. En zelden lukt dat. Als ik iemand heel redelijk fel gevolgd heb, dan is dat Pieter de Vos, omdat het ook een kennis is voor mij en die komt mij in de graas. goede vriend van Tom Lemmens. Ja, en wat die gedaan heeft op korte tijd, dat vind ik wel toch fenomenaal. Dat is ook ja, ik vind het toch een straffe kerel. Ja, Respect voor. Ja. Ja. ja, voor mij mag zeker een Belgische ruiter winnen. Maar met een dominator gaat, gaat lopen bij een Duitse ruiter, moet je geen probleem bij hebben? Natuurlijk, ik ga supporter voor mijn dominator. Hè. En voor Christian Alman, hè? Maar ik zal zeker ook supporter voor de Belgische ruiters. 100%. Want ik ben een echte belg.